Straks nog meer nieuws, maar eerst neem ik jullie mee naar twee blonde keukenprinsessen. Leslie Ann Poppen bracht onlangs haar nieuwste boek Beauty Food 2 uit. En dat vierde ze heel graag samen met de bevallige Pamela Anderson. En mezelf. Vandaag ben ik in Antwerpen voor de voorstelling van het nieuwe boek van Leslie Ann Poppen, Beauty Food 2. En vandaag krijgen we niet alleen Leslie Ann te zien, maar ook een zekere Pamela Anderson. Wat vind je van het initiatief van Leslie Ann om zo een tweede kookboek op de markt te brengen? Ja, een tweede kookboek in samenwerking met de uitgeverij, dat denk ik dat wil zeggen dat het eerste kookboek een succes was. Ja. Zeg, Evelien, vertel eens, wat kom jij hier doen? Leslie Ann heeft mij uitgenodigd om naar haar boekvoorstellingen te komen. En Leslie Ann is een toffe madame, dus ik heb gezegd ik kom. En dan kwam er nog een toffe madame, Pamela Anderson, en die wou ik wel eens zien. Die jij persoonlijk kent? Ja, tuurlijk. Tuurlijk, bel die elke week. Het eerste gerecht dat u ziet is de paella. Bij ieder gerecht worden in het boek het aantal calorieën en de bereidingstijd ook vermeld. Kabeljauw met peterseliekorst en zoete aardappelpuree vol antioxidanten voor een strakke haard, 400 kilocalorieën per portie. Dat is niks, mannen. Daar mogen we 3 porties van eten. Hier zijn onze twee sterren van vanavond. De twee beauties, Leslie Ann Poppen en ambassadrice Pamela Anderson. What's your secret to being the person you are today? Oh gosh, boy, that's a big question. But being vegetarian, I think, is eating consciously, you try and do the best you can. So I think it starts with healthy food. And that's why I support her, because it's such a great idea. Beauty and food go together. You are what you eat. That's true. Leslie Ann, je tweede boek, Beauty Food nummer 2. Wat is er anders dan in de eerste? Wel, nu is het eigenlijk opgedeeld per hoofdstuk. Dus ondertussen is eten jong en slank en daar draait het eigenlijk over. En dan heb je ook gerechtjes tegen cellulitis, tegen rimpeltjes, om acne te bestrijden. Eigenlijk om langer jong te blijven. En overal staan ook de calorieën bij vermeld. Dus je weet altijd wat je eet en heel bewust. I think people have a hard time, especially in a meat culture, to try and find healthy, interesting dishes. So the more cookbooks, the better. Yeah, it's true. And if I eat corn too, and it's very, it's nice. It has a good taste, better than meat. Well, meat makes you impotent. Okay then. Thanks, Pamela.